11-jarige leeftijd zeggen we, jij bent een VMBO'er, jij bent een HVS, jij bent een VWO'er. En iedereen wordt dan in een hokje gestopt. Alsof we op 11-jarige leeftijd precies kunnen zien waar een kind of een mens thuis hoort. Dit schooljaar worden de kaarten geschud. Echt nog niet wakker. Dit jaar wordt hun leven een bepaalde richting opgestuurd. Hey. Arm, rijk, kinderen van de voedselbank, kinderen van ouders die alles weten. Het advies is eigenlijk voor de rest van je leven naar welke school gaat. En van dit jaar moet je echt het jaar maken zodat je iets wilt bereiken in je leven. En toch zo van ja, het moet ook gebeuren. School, no sleep en stress. Uiteindelijk is de belangrijkste kern dat we te vroeg selecteren. Heel veel talent gaat nu verloren. Wie is de slimste uit mijn klas? Ik. Daar mag je trots op zijn. Wie heeft het slechtste rapport uit de klas? Je hebt weer een van een opdracht. Kijk, papa. Dat kan niet, Anissa. Het is intussen gezakt, je advies. De eerste cijfers zijn binnen. The prison of low expectations. Het is echt iets wat we moeten doorbreken. Ik heb het goed. Goedemorgen. Kan je van een dubbeltje een kwartje worden? Kan je klimmen door bijvoorbeeld onderwijs? Als je een hoger opleidingsniveau hebt, heb je vaak een hoger inkomen. Woon je net even in een andere buurt. En dat is eigenlijk gewoon klassenverschillen. Ook klassenverschillen zijn. Ja. Als je de droom uit wil laten komen. Hoi juffrouw. Hoe is het, schat? Houd dan aan die droom vast. Mag ik misschien voor mijn benen zwemmen? Ja, tuurlijk. Ben je die blauwe mars wel beter? Human.